U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. De grote vraag is: wat gaat het weer op Sinterklaasdag doen? Nou, het antwoord is vrij eenvoudig. Zo koud als dat het vandaag was. En ook gisteren is het niet het ijs, wat we op sommige sloten en plassen zagen ontstaan. Zal geleidelijk aan gaan verdwijnen. Het weer gaat namelijk ook veranderen. En voor sommige dingen is dat maar goed ook, want we hebben nog weinig of geen zon gezien in december. En ook vandaag hadden we weer te maken met een massief gebied met bewolking boven ons land. Lage bewolking, daar overheen trok ook nog wat hogere bewolking en vandaar die mooie schaduwpartijen. Een fraai beeld. Maar vanaf de grond dus weinig of geen zonnestralen en dus heel grijs weer. Dat houden we nog wel even vast. Vanavond bijvoorbeeld, het blijft droog, het is bewolkt. Temperaturen rond het vriespunt. Vannacht eenzelfde verhaal. Temperaturen meestal net iets onder nul. Maar we zien langzaamaan al wel wat veranderen. Want de wind begint te draaien. Die gaat naar het zuiden tot zuidwesten. En morgen overdag staat er een meest matige wind uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de avondmorgen gaat de wind draaien en dat gaat niet helemaal zomaar, want er gaat ook een regengebied voorbij trekken. In de loop van de middag gaat het in het westen wat het licht regenen en die neerslag trekt langzaam naar het oosten. Tegen de oostgrens zou er wat lichte winterse neerslag bij kunnen zitten in de vorm van wat natte sneeuw. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 2 tot 5 graden. En als gezegd, morgenavond draait de wind naar het noordwesten. En dan wordt eh, relatief drogere lucht het land ingeblazen. Betekent dat het langzaamaan dus gaat opklaren. En voor zaterdag hebben we dan ook zonnige perioden op het programma staan. In de ochtend nog wel een enkele bui, mogelijk met een vlok natte sneeuw. Daarna wordt het droog. Het wordt 3 tot 8 graden. Zondag is het gemiddeld een graad of 6, hetzelfde verhaal voor de maandag. Het wordt wisselvallig met zondagochtend misschien nog wat zon. Daarna van het westen uit regen. En maandag vallen er nog een paar buien. Een heel ander weerbeeld dus dan wat we de afgelopen dagen gehad hebben. En de lange termijn laat zien dat het redelijk wisselvallig blijft. En dat er ook flinke verschillen zijn in maximumtemperatuur. In mogelijkheid van de maximumtemperatuur. Het lichtgrijze gebied wordt groot. En dat betekent dat de onzekerheid toeneemt. En dat gebeurt dan met name na volgende week dinsdag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.